I've been thinking of, since yesterday, of speaking on this theme. Al vanaf gisteren heb ik erover nagedacht om over het volgende thema te gaan spreken. That our walk with the Lord is the foundation for our work for the Lord. Dus onze wandel met de Heere legt de grondslag voor ons werk dat we voor de Heere kunnen doen. We can't separate the two. En die twee kunnen we nooit van elkaar scheiden. Jesus came to earth not only to die for our sins. De Heer Jezus is niet slechts op de aarde gekomen om voor onze zonden te sterven. But also to show us how God wanted man to live. Maar ook om ons te laten zien hoe God wil dat wij als mensen zullen leven. The sad thing in Christianity is that most people think only of salvation from the guilt of sin. Het meest droevige in het christendom is dat veel mensen alleen maar leven en denken aan de vergeving van de zonde. So if you ask Christians why did Christ come to earth, 90% of them would say he came to die for my sins. En als je aan christenen vraagt waarom is de Heer Jezus op aarde gekomen, dan zal 90% zeggen hij is gekomen om voor mijn zonde te sterven. I don't think even 5% will say he came to show me how I should live. Ik denk dat nog geen 5% van de christenen zal zeggen hij is gekomen om mij te laten zien hoe ik moet leven, hoe ik moet wandelen. So, what about you, dear brothers and sisters? En wat nu, wat jullie betreft, broeders en zusters? Have you ever thought that Jesus came to earth to show you how to live? Hebt u er wel eens aan gedacht dat de Heer Jezus op aarde gekomen is om u te laten zien hoe u moet wandelen met hem? When God made Adam, he said, let's make him in our image. Toen God Adam schiep, toen zei hij, laat ons hem maken naar ons beeld. There was a difference between Adam and all the angels God had created earlier. En er was een groot verschil tussen Adam en al die engelen die God al eerder had geschapen. Angels had didn't have a body. De engelen hadden geen lichaam. They had tremendous powers to fly around and do so many things. Ze hadden enorme kracht, enorme macht om rond te vliegen en zo. They could come from earth. Heaven to earth in a second and go back in a second. Ze konden in een seconde uit de hemel op aarde komen en in een seconde weer terug naar de hemel. But there was something that angels did not have. Maar er was iets dat engelen niet hadden. They did not have the capacity to receive the life of God. Ze hadden niet het vermogen om het leven van God in zich te ontvangen. It's like if you pass electricity through this wood, then no light will come. Als je probeert om elektrische stroom door dit hout te jagen, dan zal er geen licht ontstaan. But you put it through a bulb, the light comes. Maar jaag wat stroom door een lamp en dan komt er licht uit. So that's something of the difference between an angel and a human being. En dat is ook het verschil tussen een engel en een mens. That the human being that God created had the capacity to receive the life of God. De mens naar Gods beeld geschapen heeft het vermogen in zich om Gods leven in zich te herbergen. He never said that about the angels. Let's make angels in our likeness and in our image. Hij heeft nooit over engelen gezegd. Laat ons engelen scheppen naar ons beeld. So, even though God gave Adam the work as a gardener in Eden. En hoewel Adam werk kreeg van God, werk als een tuinman. That is not his primary calling. Dat was toch niet zijn eerste roeping. His primary calling was to show the life of God in his body. De eerste roeping van Adam was om het leven van God in zijn lichaam te manifesteren. God's called me to be a preacher of teaching the word of God. God heeft mij geroepen om een predikant, prediker te zijn, een onderwijzer, een leraar van Gods woord. But that's like a gardener in the garden. En dat is net zoiets als een tuinman in een tuin. But I know clearly that is not my primary calling. Maar ik weet duidelijk dat dat niet mijn eerste roeping is. My primary calling is to manifest the life of Jesus in my body. Mijn eerste roeping is om het leven van de Heer Jezus in mijn lichaam te laten zien. In the way I live at home. De manier waarop ik thuis in wandel. In the way I relate to the neighbors who live on either side of my house. En hoe ik met mijn beide buren omga. In the way I behave every day of the week in different relationships with people. En hoe ik mij iedere dag van de week gedraag in al mijn relaties, al mijn omgang met mensen. That is primary. Dat staat op de eerste plaats. And my preaching is secondary. En mijn prediking is op de tweede plaats. The sad thing with so many Christian workers is that it's reversed. En het verdrietige met veel christenwerkers is dat het precies omgekeerd is. They only think of their gift. Ze denken alleen maar aan de gaven die ze hebben. And that's why you suddenly hear some pastor whom you respected so much, you discover he was living in adultery. En dan kan het voorkomen dat een prediker waar je zoveel vertrouwen in had, dat jij plotseling ontdekt dat hij een overspel leeft. How could that happen? Hoe kan dat? And how is it that
so many hundreds of people in his church, nobody could discern something is wrong with this pastor. En hoe kan het dat vele honderden in zijn gemeente, in zijn kerk, niet konden onderscheiden dat er iets mis is met die man? I have met different believers who later on were discovered to be living in sexual sin. Ik heb ontdekt dat er gelovigen zijn die jaren later in zonde bleken te leven. But in almost every case I could sense something is wrong with this person. En in al die gevallen had ik in de gaten, er klopt iets niet bij deze persoon. I never knew what it was. Nooit geweten wat het was. I never even thought it was sexual sin. Nooit aan gedacht dat het seksuele zonde was. But I think of some well-known pastors I know. Maar ik denk nu aan een aantal bekende voorgangers. I would say, why is it difficult for me to fellowship with this man? En ik heb vroeg me af, waarom is het toch zo moeilijk om met deze broer Why doesn't he look straight, look me hebben? Straight in the eye when I speak to him? Waarom kijkt hij mij niet recht in de ogen als ik met hem praat? I say, maybe he's shy. Misschien is hij verlegen, dacht But ik dan. There's something wrong there. Maar er klopt iets niet. And later on I discovered the man was living in sin. En later ontdekte ik dat deze man in zonde leefde. You know, if we walk with the Lord, als we met de Heere wandelen, God will give us discernment. Dan geeft de Heer ons onderscheid. He won't show us the sin of other people. Hij laat ons niet de zonde van de anderen zien. And I don't want to know the sin of other people. En ik wil de zonde van anderen helemaal niet But kennen. He will show us where there's something wrong. Maar hij laat ons wel zien dat er iets niet klopt. And that's the way we can protect ourselves from working with the wrong type of people. En zo kunnen we onszelf ertegen beschermen dat we met de verkeerde mensen samenwerken. And fellowshipping with the wrong type of people. En gemeenschap hebben met de verkeerde mensen. You know, just like Jesus had discernment. Zoals ook de Heer Jezus onderscheid had. If we make our life primary, we'll get discernment. Als ons leven op de eerste plaats komt, dan But hebben we onderscheid. If you make your work for the Lord primary, you may never get discernment. Maar als jouw dienst aan de Heer op de eerste plaats staat, heb je misschien nooit onderscheid. We get discernment by walking with the Lord. We krijgen onderscheid door met de Heer te wandelen. See, I'll show you a verse in 1 John chapter 2. In 1 Johannes hoofdstuk 2. You know, John is writing not only to mature believers. Johannes schrijft niet alleen aan volwassen christenen. Look at 1 John 2:12. Bijvoorbeeld Johannes 1 Johannes 2 vers 12. I'm writing to you little children. Ik schrijf u kinderkens. Babes in Christ, who maybe just born again 1 year ago. Nog baby's in Christus, nog misschien 1 jaar wederom geboren. I'm also writing to you verse 13, fathers who've been who are mature believers. Maar ook vers 13, ik schrijf u vaders die al volwassen gelovigen zijn. In the middle of verse 13, I'm writing to you young men. En in het midden van vers 13 aan u, jonge mannen. The three levels in the Christian life, babies, young men, fathers. Drie niveaus in het christelijk leven. De baby's, de jonge mannen en de vaders. This is spiritual growth. Er is geestelijke groei. We all start as babies. We beginnen allemaal als baby's. I'm talking about spiritual babies. Geestelijke baby's. That means newly born again. You could be 60 years old, just born again, you're a baby. Als je 60 jaar bent en wederom geboren wordt, ben je een geestelijke baby. Then you grow to maturity. Dan word je volwassen. Then to be a father. En dan word je een vader. You can be a spiritual father when you're 30 years old. En je kunt ook een geestelijke vader zijn als je 30 bent. If you walked with the Lord for 10, 12 years, you could be a father by then. Maar als je al 10, 12 jaar met de Heer hebt gewandeld, kun je op je 30ste vader zijn. If you're a radical, wholehearted teenager when you're 17 years old. En je kunt een toegewijde radicale tiener zijn als je 17 bent. Like Joseph was when he was 17. Zoals Jozef toen hij 17 was. Faithfully standing against adultery and things like that. Die trouw stond in deze zaak tegen overspel. Never taking revenge on his brothers. Die zijn broeders, die geen wraak nam op zijn broeders. Faithful in prison. Die trouw was in de gevangenis. By the time he was 30, God could commit him a tremendous ministry to him. En tegen dat hij 30 was, kon God hem een enorme bediening toevertrouwen. In the New Testament, you can be a spiritual father when you're 30. En in het Nieuwe Testament kun je een geestelijke vader zijn op je 30ste. All the apostles on the day of Pentecost were all below 33. De apostelen waren op de Pinksterdag onder de 30, onder de 33 jaar oud. Jesus was like a rabbi in Israel. Jezus was als een rabbi in Israël. And the rabbis would never take people as their disciples who are older than them. En rabbis namen nooit discipelen aan, leerlingen aan die ouder waren dan ze zelf waren. When Jesus was 30 years old and he began his ministry. Toen Jezus 30 jaar was en zijn dienst begon. All his disciples were younger than him. Waren al zijn discipelen jonger dan hij zelf was. And when he left at 33 and a half. En toen hij op 33,5-jarige leeftijd heen ging. The oldest disciple, probably Peter, was 33. Was Petrus, die waarschijnlijk de oudste was, ongeveer 33. And John was probably 30. Misschien was Johannes 30. These were the first apostles. Dat waren de eerste apostelen.
Why can't God do that again? En waarom zou God het niet opnieuw kunnen doen zo? But not everybody in Israel who was 30 could be an apostle. Maar niet iedereen in Israël die 30 jaar was kon apostel zijn. Jesus selected. Jezus had ze uitgekozen. There were many people who followed Jesus, but he picked out. Velen volgden Jezus, maar hij zocht er enkele uit. He prayed all night to pick out those 12. Hij bad de hele nacht om die 12 uit te kiezen. And I believe that Judas Iscariot was also wholehearted at that time. En ik geloof dat ook Judas Iscariot in die tijd helemaal toegewijd was. Because in Luke says it, Luke 6, it says he became a traitor. Want in Lucas 6 staat namelijk dat hij een verrader geworden is. So, what I'm saying is, if you're radical and wholehearted, even as a teenager, God can commit a tremendous ministry to you by the time you're 30 or 35. Ook als je als tiener al toegewijd bent, radicaal bent, dan kan tegen de tijd dat je 30, 35 bent, God geweldig werk door jou so, doen. So, we must go from babies to young men to fathers. We moeten opgroeien van baby's naar jonge mannen tot vaders. So, even to children, he says. Zelfs de kinderkens worden 1 John chapter 2 verse 27. En dan in 1 Johannes 2 vers 27. As for you, the anointing which you received from him abides in you and you don't need anyone to teach you, but that anointing will teach you about all things, and that is true and is not a lie, and it has taught you and you abide in him. En wat u betreft, de zalving die gij van hem ontvangen hebt, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in hem, gelijk zij, dus gelijk die zalving u geleerd heeft. What does he mean that you don't need anybody to teach you? Maar wat betekent dat? Dat gij niet van nodig hebt dat iemand u leren. The Bible says Christ himself has appointed teachers in the church. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus toch leraren heeft aangewezen in de gemeente. You do need teachers to teach you scripture and the doctrines of God. Je hebt wel leraren nodig die jou de schrift leren, die de leerstellingen van God But onderwijzen. But he's talking about something else here. Maar hij heeft hier over iets anders. He's talking about the deceptive spirit of the antichrist that can come into the church. Er is deze misleidende geest van de antichrist die in de gemeente binnenkomt en die moeten we onderscheiden. He says in verse 18 the antichrist is coming, you know that. Vers 18 staat namelijk, jullie weten toch dat die antichrist zal komen. Verse 18 in the middle, but now there are already antichrists now. En daar staat er al, zijn er nu al vele antichristen and midden van vers 18. 19, they were sitting in our church and they went out from us. En in vers 19, ze zijn van ons uitgegaan. Ze zaten in onze kerk, maar ze zijn See, van ons uitgegaan. In this context, in the church, who are the antichrists sitting in the church? Er is een antichrist in de gemeente misschien wel. They went out from us, it says. Ze zijn van ons uit ons midden uitgegaan. If they had been of us, verse 19, they'd have stayed with us. Ze waren niet van ons, maar als ze van ons geweest waren, But hadden ze bij ons gebleven. They went out from us to prove that they didn't really belong to us. Ze zijn van ons uitgegaan en daarmee bewezen dat ze niet van ons waren. So even in the first century, there were people sitting in the church who had the spirit of the antichrist. Ook in de eerste eeuw waren er al mensen in de gemeente die de geest van de antichrist hadden. How did they go out? Hoe zijn ze uitgegaan? Because they had apostles like John who preached such a fiery message that they couldn't sit there. Doordat apostelen zoals Johannes zo'n vurige boodschap predikten dat ze het niet konden verdragen om daar nog te blijven zitten. The fire was so hot, they had to leave. Het vuur was zo heet, ze moesten vertrekken. But with the shallow type of preaching nowadays, a lot of antichrists can continue to sit in our churches. Maar met het oppervlakkige gepreek van deze dagen, van deze tijd, kan antichrist gewoon in de gemeente blijven. In this context, what does an antichrist mean? Wat betekent antichrist in deze context? It means anti means against Christ. Anti betekent natuurlijk tegen. Het is tegen Christus. If you are against the humility of Christ, you are got the spirit of the antichrist. Als je tegen de nederigheid van Christus bent, heb je de geest van antichrist. If you are against the purity of Christ, you are got the spirit of the antichrist. Als je tegen de reinheid van Christus bent, heb je de geest van antichrist. If you are against the attitude Jesus had towards money and women, if you are against that attitude, then you are the antichrist. Als je tegen de houding van de Heer Jezus bent, zijn houding ten aanzien van geld en vrouwen, dan ben je antichrist. I'm not talking about whether you fall into sin. Ik heb het niet over of je in zonde valt. The question is, what is your attitude towards that sin? De vraag is, wat is jouw houding ten aanzien van die zonde? A pig and a cat may both fall into dirty water. Zie, een varken en een kat kunnen beide in het vuile water vallen. But the pig will remain there because it enjoys it. Maar het varken blijft er omdat hij het naar zijn zin heeft. But the cat jumps out. De kat springt eruit. So how do we test whether is this a believer falling into sin or is this an unbeliever falling into sin? De vraag is er een gelovige die hier in zonde valt of een ongelovige die in zonde valt? That's like saying is this a cat that fell into the water or is it a pig that fell into the water? How to find out?
We moeten ons afvragen, is er nou een kat in het water gevallen of een varken? Dat moeten we onderzoeken. By finding out, does that person stay there or jump out? En de test is heel simpel. Blijft hij erin of springt hij eruit? So, I tell a believer, you can find out whether you're born again or not by what happens after you sin. Ik zeg wel eens tegen gelovigen, je kunt zelf onderzoeken of je wederom geboren bent door de vraag te stellen, wat doe je nadat je gezondigd hebt? Do you feel bad about it immediately and want to get out? Voel je je slecht, voel je je schuldig en je wil weg? See, cats also can fall into dirty water. Een kat kan ook in de modder vallen. But it'll jump out immediately and lick itself clean. Maar springt er onmiddellijk uit en likt zichzelf schoon. I see a tremendous lesson in a cat. Ik zie een enorme les daar in een kat. You know, I look at this cat and I don't find any dirt in it, but it's still licking itself. Ik zie een kat, die is helemaal schoon en toch likt hij zich nog. A tremendous desire for purity. Die kat wil zo graag rein zijn. That's the mark of a true believer. En dat is ook het kenmerk van een ware so, gelovige. Anything opposite to the spirit of Christ. Dus alles dat tegen de geest van Christus is. Spirit of the Antichrist. Is de geest van de antichrist. And people who sit like that in our churches must be driven out by the fire of the preaching. En mensen die met de geest van antichrist in de gemeente zitten, moeten door het vuur van de prediking verjaagd worden. But the sad thing I see in many churches is some of these people become leaders in the church. Maar het droevige van vele gemeenten is dat er zelfs deze mensen met die geest van antichrist leiders worden. And that means that we don't have people like the apostle John with their fiery preaching. En dat betekent dat er kennelijk geen apostelen zoals Johannes zijn met deze vurige prediking. But if you are open to the Holy Spirit. Maar als je open staat voor de Heilige Geest. It says the Holy Spirit is called an anointing. In these verses. De Heilige Geest wordt hier de zalving genoemd. After speaking about the Antichrist, nadat hij het over de Antichrist says in verse 20, heeft gehad. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. Er staat in vers 20, gij echter hebt een zalving van de Heilige, en gij weet het alle. And this anointing will tell you there's something wrong here. En jouw zalving zal jou vertellen, hier is iets mis. The anointing will first of all tell you what's wrong in your own life. De zalving zegt je eerst wat er fout is in je eigen leven. See, the Lord spoke to my heart. De Heer sprak tot mijn hart. He says, you can't speak about purity if you're not seeking purity in your own life. Je kunt niet over reinheid spreken als er geen reinheid is in je eigen leven. You can't preach against the love of money if you love money yourself. Je kunt niet tegen liefde voor geld praten als je zelf van geld houdt. The anointing will first show me what's wrong with me. De zalving laat mij zien op de eerste and plaats wat er fout is met mij. If I cleanse myself, then I can be proclaim, I can preach that truth to others. En als ik mezelf gereinigd heb, kan ik die waarheid aan anderen verkondigen. And this is the whole purpose with which the Holy Spirit has come. En dat is het doel waartoe de Heilige Geest is gekomen. Why has the Holy Spirit come? Waarom is hij gekomen? Because not because God could not use people in his ministry in the old covenant. Dat is niet omdat dat God mensen in het Oude Testament niet voor zijn dienst kon gebruiken. If you take preaching, I think John the Baptist was one of the fieriest preachers of all. Neem nou de prediking. Johannes de Doper was een van de vurigste predikers aller tijden. Elijah could bring fire from heaven. Elia kon het vuur uit de hemel doen neerhalen. They were fiery preachers. Ze waren vurige predikers. But the Spirit of God did not dwell in them. It was only upon them. Maar de geest van God was niet in hen, hij was op hen. You see, Elijah was one of the most fiery preachers in the Old Testament. Elia was een van de vurigste predikers van het Oude Testament. But we read that after he brought fire down from heaven. Maar we lezen dat nadat hij het vuur uit de hemel had doen neerkomen. And got a hold of 450 prophets of Baal and killed them. En dan nadat hij 450 profeten van Baal gegrepen en gedood had. One woman called Jezebel scared him so much he ran for his life. Was er één vrouw, Isabel, en die jaagde hem zoveel schrik aan dat hij voor zijn leven wegrende. Why was that? Waarom? The Holy Spirit was not dwelling within him. De Heilige Geest woonde niet in hem. Jesus would not have run away from Jezebel. Jezus zou toch niet van Isabel hebben weggelopen. And no new covenant prophet will run away from a Jezebel. En geen enkele profeet uit het Nieuwe Testament loopt voor Isabel weg. Is it because we are better than Elijah? Omdat je beter bent dan Elia? No. Nee. It's because we have the Holy Spirit dwelling within us. Omdat de Heilige Geest in ons woont. Even Moses is the other great prophet in the Old Testament. Moses is de andere grote profeet van het Oude Testament. These are the two who appeared before with Jesus on the Mount of Transfiguration. Deze twee verschenen met Jezus op de berg van de verheerlijking. That's why I say they were the two greatest. Daarom de twee grootste noem ik ze. But what did Moses do? Wat deed Moses? Would you call a man a prophet who tears the Bible into two? Zou je iemand die de Bijbel in tweeën schudt een profeet noemen? You know that's what Moses did. Maar dat is wel wat Mozes deed. He tore the Bible. Hij scheurde de Bijbel kapot. You say, where did he do that? Waarom?
Wanneer? His Bible was on two tablets of stone. Nou, zijn Bijbel bestond uit twee stenen tafelen. The Ten Commandments. De 10 geboden. God himself had written with his own hand. God had zelf met zijn eigen hand geschreven. And that is holier than this. This is printed by only a printer. En dat is heiliger dan de Bijbel, want deze Bijbel is slechts door een drukker gemaakt. That was written with God's own hand. Maar die tafelen waren beschreven met Gods eigen hand. And Moses got so angry, he broke it. Maar Mozes was zo boos dat hij ze kapot gooide. That's like tearing the Bible. Net zoals je de Bijbel kapot scheurt. However angry you are, you don't tear the Bible, do you? En hoe boos jij ook bent, je scheurt toch nooit de Bijbel kapot? Are you better than Moses? Ben je dan beter dan Mozes? We have the Holy Spirit dwelling within. Nou, wij hebben de Heilige Geest in ons. So they had the Spirit upon them to help them to do a ministry for God. Zij hadden de Geest op zich om hen te helpen in de dienst aan God. But they didn't have the Spirit within to help them to live that life. Maar ze hadden niet de Geest in zich om hen te helpen om dat leven te leven. You know how Abraham, for example, je weet hoe is held up as the great example of faith. Bijvoorbeeld Abraham een geweldig voorbeeld is voor ons allen, voorbeeld van geloof. But once, when he was afraid of his life before a king. Maar er was een moment dat hij bang was omdat de koning zijn leven bedreigde. He said his wife is his sister. Toen zei hij, ja, maar mijn vrouw is mijn zus. But you say, hey Abraham, in that case, the king will take your wife and rape her. Maar dan, Abraham, dan gaat de koning jouw vrouw nemen, hij verkracht haar. And Abraham says, that's okay, but my life will be safe. En Abraham zegt, okay, prima, maar dan ben ik in ieder geval veilig. How many of you husbands would treat your wives like that? Hoeveel van jullie mannen zullen je vrouw zo behandelen? Never mind if she's raped, my life will be safe. Maakt niet uit als zij verkracht wordt, ik ben tenminste veilig. I don't think any of you Christian husbands would do that. Ik geloof niet dat een van jullie christen mannen dat zou doen. Are you better than Abraham? Ben jij beter dan Abraham? No. Nee. We have the Holy Spirit within. Maar we hebben de Heilige Geest in ons. You know, because that enables us to live a life. En dat stelt ons ertoe in staat om het leven te leven. This is what the Old Testament people did not have. En dat is wat de mensen het Oude Testament niet kenden. Let's take another example. The greatest prophet of all, John the Baptist. Nog een ander voorbeeld. De grootste profeet aller tijden, Johannes de Doper. He actually saw a dove descending upon Jesus. Hij zag de duif op Jezus neerdalen. And a voice from heaven saying, "This is my beloved son. I'm well pleased with him." En de stem uit de hemel, "Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen." But a few months later, een paar maanden later, when John is in prison, toen hij in de gevangenis zat, he sends disciples to Jesus. Stuurt hij zijn discipelen naar Jezus. Says, en hij zegt, "Are you really the Messiah? Bent u echt de Messias? Or are you just a man? Of bent u maar een mens?" Would you have that doubt if you heard a voice from heaven when you're baptizing Jesus? Zou jij die twijfel nog gehad hebben als jij Jezus gedoopt had en die duif gezien had en would you have had that doubt if you saw the Holy Spirit coming like a dove upon him? Would you have that doubt if the Holy Spirit came like a dove? Zou je twijfelen nog als je de duif gezien had in de Heilige Geest gezien had in de vorm van een duif? No. Nee. John the Baptist was filled with the Spirit from the mother's womb, but it was only upon him. Johannes de Doper was vervuld van zijn moeders schoot af, maar het was de Heilige Geest die op hem but was. He didn't have the Holy Spirit within. Maar niet in zich. God used these people mightily in the Old Testament. God gebruikte deze mensen op machtige wijze in het Oude Testament. And the best way I can explain it is this. En ik kan het zo op de beste manier uitleggen. If you put a cup upside down. Als je een kopje hier op zijn kop neerzet and pour water on it, en er water op giet, that's how the Holy Spirit was poured upon people in the Old Testament. Op die manier kwam de Heilige Geest op mensen in het Oude Testament. And the inside of the cup is dirty all the time. De binnenkant van het kopje kan nog helemaal vuil zijn. But the water is flowing and blessing millions of people. Maar het water vloeit er overheen en zegent duizenden van mensen. Think of the blessing that Moses and Elijah and John the Baptist were. Denk aan de enorme zegen die Jozef en Mozes en Elia waren. And Samson. En Simpson. But the inside of their cup was dirty. Maar de binnenkant van het kopje was vuil. Samson could have a tremendous ministry, but he was full of lust. Simpson had een geweldige dienst, maar hij zat vol van begeerte. David had a fantastic ministry. David had een geweldige dienst. And he had already married 7 wives and he wanted to marry another one. Hij had al 7 vrouwen en hij wilde er nog één. And what does he do? He commits adultery with somebody, kills her husband and marries her. En wat doet hij dan? Hij gaat heen, pleegt overspel, vermoordt haar man en trouwt met all die vrouw. These people, the inside of their cup was dirty. Al deze mensen waren aan de binnenkant van het kopje was vuil. But the Spirit was poured upon them and the water flowed around the cup and blessed many people. Maar de Heere goot zijn geest over hen uit en het water vloeide alle kanten uit en zegende vele mensen. On the day of Pentecost, the Lord turned the cup
right side up. Maar op de Pinksterdag draaide de Heere het kopje om. And poured the Spirit inside the cup. En goot het water, de geest nu in het kopje. Cleaned up the inside of man's heart. En reinigde de binnenkant van het mensenhart. And then it flowed over and blessed millions of people. En het stroomde over en toen zegende het ook miljoenen mensen. That is the difference between Old Testament fullness of the Spirit and New Testament fullness of the Spirit. En dan is het verschil tussen volheid van de geest in het Oude en in het Nieuwe Testament. That's why Jesus said in John 7:38. En daarom zei de Heer Jezus in Johannes 7 vers 38. From the innermost being the rivers will flow. Uit uw binnenste zullen de stromen van levend water vloeien. See John 7 and verse 38. Johannes 7, vers 38. As the scripture has said, from his innermost being will flow rivers of living water. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. And this he spoke, verse 39, of the Holy Spirit, who is not yet, who those who believe in him would receive, because the Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Vers 39, dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. What does that mean? Wat betekent dat? How can he say the Spirit was not given, when in the Old Testament so many people the Spirit came upon? Hoe kan hij nou zeggen dat de Heilige Geest nog niet gegeven was, terwijl in het Oude Testament de geest op zoveel was? The Spirit was upon Gideon. De geest was op Gideon. On David. Op David. Even on King Saul. Op koning Saul. Elijah. Elia. Elisha had a double portion of Elijah's spirit. En Elisa had zelfs een dubbele portie van de John geest. The Baptist. Johannes de Doper. How can you say the Spirit was not given? Hoe kan hij dan nog zeggen? De Heilige Geest was nog niet gekomen. The Spirit was not given in this way with the cup right side up. Nog niet gekomen in het kopje dat rechtop stond. If the cup is upside down and the Spirit was only upon people. Als het kopje op zijn kop staat, dan komt de geest and op de mens. The Spirit could not come inside people until the heart was cleansed with the blood of Jesus. Maar de geest kon niet in de mens komen zolang het hart niet gereinigd was door het bloed van Christus. And even John the Baptist's heart was not cleansed with the blood of Jesus. En zelfs het hart van Johannes de Doper was niet gereinigd nog door het bloed van Jezus. Nobody's heart could be cleansed till the blood of Jesus was shed on the cross. Niemands hart kon gereinigd worden totdat Christus bloed was gestort op het kruis. The blood of bulls and goats was only a picture of the blood of Christ that would one day be shed. Het bloed van de ossen en de geiten, de rammen was een beeld so, van het bloed van Christus. Why am I saying this? Waarom zeg ik dat? Because I find Christians don't understand what a tremendous privilege it is to have the Holy Spirit dwell inside and fill our heart. Omdat ik weet dat er zoveel christenen zijn die niet weten wat een geweldig voorrecht is dat de Heilige Geest in ons is en onze harten vervult. We think the greatest gift is the forgiveness of our sins. Wij denken dat de grootste gave de vergeving van onze zonden is. And that's what most Christians live by. En daar leven de meeste christenen op. This is their favorite song. En dat is ook hun geliefde lied. My sins are all forgiven, I'm on my way to heaven. Mijn zonden zijn vergeven, ik ben op weg naar de hemel. And 30 years later. En 30 jaar later. My sins are all forgiven, I'm on my way to heaven. Mijn zonden zijn vergeven, ik ben op de weg naar de hemel. But the apostles didn't stop there. Maar de apostelen hielden daar niet op. They said, if your sins are forgiven, you need to be filled with the Holy Spirit. Ze zeiden namelijk, als je zonden vergeven zijn, dan moet je nu vervuld worden met you de Heilige need to be Geest. Continually filled with the Holy Spirit. Je moet voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. This is the greatest blessing of the new covenant. En dat is de grootste zegen van het nieuwe verbond. And you say to me, do you mean forgiveness of sins is not the greatest gift? Zeg je nou van dat de zonde niet de geweldige gave is, de grootste gave? Forgiveness of sins is only cleaning up the heart. Vergeving van zonde betekent dat het hart gereinigd wordt. If you got a little child, als je een klein kind hebt, and you need to feed that child with some milk or something like that, en je geeft het kind bijvoorbeeld wat melk, what do you do with that dirty glass? Wat doe je dan met het vuile glas? First you clean it. Dat maak je schoon. You always wash your cup. Je spoelt de koppetje. But om. Why do you wash the cup? Waarom doe je dat? You keep washing it. Je blijft het maar wassen. Do you give an empty glass to your child? Geef je een leeg glas aan je kind? The whole purpose of cleaning the cup is to fill it with milk. Het doel om het kopje te reinigen is, het glas te reinigen, is dat je het met melk gaat vullen. Why do we have on a breakfast table or a dining table cups and glasses? Waarom staan er altijd bekers en glazen op onze eettafels? Clean, washed cups and glasses. Schone, reine glazen en bekers. That's not a decoration. Niet voor de versiering. That's to put something in it.
zodat er iets in kan. Why does God clean your heart with the blood of Jesus Christ? Waarom maakt God jouw hart rein door het bloed van Jezus Christus? That's only the purpose of that cleansing is to fill you with the Holy Spirit. Het doel van die reiniging is dat je vervuld zou worden met de Heilige Geest. Nobody in the Old Testament could have that. Dat kon niemand hebben in het Oude Testament. Because their heart could not be cleansed. Omdat hun harten niet gereinigd konden worden. Do you know the word cleansing from sin is not found in the Old Testament? Het woord reiniging van zonde is niet in het Oude Testament geschreven. If you read the Old Testament carefully, als je het Oude Testament nauwkeurig leest, it says their sin was covered, not cleansed. Dan lees je dat de zonde bedekt was, we niet must read gereinigd. These scriptures carefully. We moeten de schrift nauwkeurig lezen. Psalm 32. In Psalm 32. How blessed is he, verse 1, whose transgression is forgiven. And whose sin is covered. Vers 1 van Psalm 32. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Sin is forgiven. De zonde werd vergeven. And covered. En bedekt. You know, if your sins are all written on a board. Als jouw zonde op een bord geschreven with staan, chalk, met het krijtje. And you put a sheet over it, it's covered. En je doet er een laken overheen, dan is die zonde bedekt. It's not cleansed. Maar niet gereinigd. You lift up the sheet, you can see your sins. Je tilt het laken op en dan zie je je zonde weer. And nobody in the Old Testament could be sure that their sin was taken away. Niemand in het Oude Testament kon zeker weten dat de zonde ook echt weggenomen was. In the new covenant, maar in het nieuwe verbond, the blood of Jesus doesn't cover our sin, it cleanses our sin. Reinigt het bloed van de Heere Jezus ons niet slechts bedekken. You know, there are some people who sing, I'm under the blood. We zingen wel eens, ik ben onder het bloed. I'm not under any blood. Ik ben helemaal niet onder het bloed. I'm cleansed by the blood. Ik ben gereinigd door het bloed. It's the Israelites in Egypt who said, I'm under the blood, with the blood on the door. De Israëlieten konden zeggen, in Egypte, onder de deurpost, ben ik onder het bloed. The blood is not under any door, for me. Maar het bloed is voor mij niet aan de deurpost. The blood doesn't cover me. Het bloed bedekt mij niet. The blood of Jesus cleanses me. Het bloed van de Heer Jezus reinigt mij. You try and look and find in the New Testament whether there's any verse which says the blood of Jesus covers you. Kijk en onderzoek of je in het Nieuwe Testament één vers kunt vinden waar staat dat het bloed van Jezus jou bedekt. These are all written by hymn writers who didn't study the Bible. Dat is allemaal geschreven door liedschrijvers die de Bijbel niet hebben bestudeerd. And we sing it without even thinking, is it right or wrong? En we zingen het gewoon na en we denken er helemaal niet over na. We sing many songs to God without even knowing the meaning. We zingen zoveel liederen voor God zonder dat we snappen wat we zingen. And one of the jobs I do in my church is keep correcting that. En een van mijn taken in de gemeente bij mij is dat ik dat maar blijf corrigeren. I say, don't ever say anything to God which you don't understand. Zing nooit iets tot God dat je niet begrijpt. When you sing, you must think of what you sing. Als je zingt, dan moet je nadenken bij wat je zingt. Don't say I'm covered by the blood. Zeg niet dat je bedekt bent door het bloed. See in the New Testament, where does the blood of Jesus cover you? Kijk in het Nieuwe Testament, waar bedekt you know, het bloed van Jezus jou? We miss what God wants for us if we don't read scripture carefully. We missen wat God voor ons bedoeld heeft als we de schrift niet nauwkeurig lezen. Supposing you're signing an important business financial agreement with somebody. Stel dat je een enorm belangrijk zakencontract ondertekent. Which involves hundreds of thousands of euros. En er zijn honderdduizend euro's bij betrokken. And you sign and the other person signs. En jij tekent, de andere persoon tekent het contract. I want to ask you something. Wil ik iets vragen? How carefully would you read that agreement? Hoe nauwkeurig lees je dan die overeenkomst? Would you just read it once carelessly like you read the Bible? Ga je er zo snel overheen zoals je ook de Bijbel snel even no, leest? You would read every word. Nee, je bestudeert ieder woord. And you would go to a lawyer and say, please see if there's some word I missed out here. En dan ga je naar een advocaat en zegt, is er iets dat ik hier niet begrijp? Is er een woord dat ik gemist heb? See, many of these people who make contracts with us. Velen die met ons contracten afsluiten. Credit card companies, phone companies. Dat zijn creditcardmaatschappijen of telefoonmaatschappijen. They have a lot of instructions written in such small print that nobody can read it. Die hebben heel veel aanwijzingen of voorwaarden zo klein gedrukt dat niemand het kan lezen. And afterwards, when you have a problem. En als er dan achteraf een probleem is. They'll show you. See what you wrote here. You signed it. Zie, dus dan laten ze je de kleine lettertjes lezen en dan zeg je, kijk, daar staat je handtekening onder. That's why they say you must read the fine print before you sign something. Daarom moet je de kleine lettertjes lezen voordat je iets ondertekent. But we read that more carefully because it involves money. En dat lezen we zo nauwkeurig omdat er geld op het spel staat. What about scripture? Maar wat dan this betreft is the de Bijbel? Most important
Covenant means agreement, the most important agreement God has made with man. Het woord verbond is een overeenkomst, het grootste, het belangrijkste verbond dat God met de mens gesloten heeft. Agreement, the new agreement is something that Jesus has signed with his blood. En deze overeenkomst heeft Jezus ondertekend met zijn eigen bloed. Have you ever heard of anybody signing an agreement with his own blood? Heb je wel eens van gehoord dat iemand een overeenkomst tekent met zijn eigen bloed? In Hebrews 13:20. In Hebreeën 13, vers 20. It's called the blood of the eternal covenant. The blood of the eternal covenant. Hebrews 13 and verse 20. Hebreeën 13, vers 20. Er staat naar het bloed van een eeuwig verbond. And one part of that covenant is mentioned in Hebrews 8 and verse 12. En een onderdeel, een aspect van het verbond staat in Hebreeën 8, vers 12. Where the Lord says, I will not remember their sins anymore. Hun zonden zal ik niet meer gedenken. He will forgive us our sins. Hij vergeeft ons onze zonden. And he won't just cover it like in the Old Testament. Hij bedekt ze niet slechts zoals in het Oude Testament. It's like taking a wet cloth and wiping out that board completely. Your sins are gone. Maar hij neemt een doek en hij veegt ze compleet van het bord af. I will not remember your sins anymore. Ik gedenk jouw zonden niet langer. And the heart is cleansed. Het hart is completely gereinigd. Volledig gereinigd. What for? Waarom? So that I can be filled with the Holy Spirit. Opdat ik vervuld zou worden met de Heilige And Geest. From inside that spirit begins to flow out like a river. En dan van binnenuit gaat die Heilige Geest stromen als een rivier. In the beginning is only a little trickle. In begin is er maar een klein druppeltje eigenlijk. You know, Jesus said in John 7:38, as the scripture has said. In Johannes 7:38 staat zoals de schrift zegt. Now I'll show you the difference between a lazy believer and a hardworking believer. Ik laat je nu het verschil zien tussen een luie en een hardwerkende gelovige. Do you remember what God told Adam? Weet je nog wat God aan Adam zei? How will you get your bread? Hoe zul je je brood verdienen? In Genesis 3. In Genesis 3. What did he say? Wat zei hij daar? By the sweat of your brow you get your bread. In het zweet uws aanschijns zul je je brood verdienen. That means you got to work hard, Adam. Adam, je zult hard moeten werken, jongen. Do you want to get spiritual bread from the Bible? En wil je geestelijk brood halen uit de Bijbel? It's the same way, by the sweat of your brow. Net zo, door het zweet van je aanschijn. You got to work hard. Je moet hard werken. Now I'll show you something. Dan zal ik iets laten zien. When you read this verse, John 7:38. Toen je net Johannes 7:38 las. As the scripture has said, out of his innermost being will flow rivers of living water. Gelijk de schrift zegt, uit zijn binnenste zullen stromen van levend water komen. Have you all read it sometime in your life? Heb je dat al gelezen? Dit eerder al in het vers gelezen? Did you sweat to find out where does it say that in scripture? En heb je er ook al op zitten zweten om te ontdekken waar dat in de schrift staat dan? As the scripture has said. Er staat hier duidelijk zoals de schrift zegt. Where does it say that? Maar waar staat het dan? For a number of years I didn't sweat to find out. Ik heb een aantal jaren lang niet zitten zweten om erachter te komen. As I started studying the scripture carefully. Maar toen ik begon om de schrift nauwkeurig te bestuderen. Wherever I saw in the New Testament as scripture said, I said, let me find out. En als het dan in het Nieuwe Testament staat gelijk geschreven staat, dan ging ik het opzoeken. And I searched through the Old Testament. Ik heb het hele Oude Testament doorzocht. And there is no verse which says from his innermost being rivers of living water will flow. Maar er staat nergens uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien. There's not a single verse like that anywhere in the Old Testament. Geen enkel vers in het Oude Testament dat zegt. I said, but Jesus didn't make a mistake. Maar de Heer Jezus heeft toch geen fout gemaakt? And then finally I saw it. En toen zag ik het uiteindelijk. In Ezekiel 47. In Ezekiel 47. Not exactly in those words. Niet precies zo in die woorden. But it's there in a picture. Maar het staat daar in een beeld. And you'll see it. En dat zul je ook zien. This is what Jesus was quoting. En hier, dit is waar Jezus aan refereerde. See, the last 9 chapters of Ezekiel. De laatste 9 hoofdstukken van het boek Ezekiel. Chapter 40 to 48. Namelijk de hoofdstukken 40 tot 48. Are a picture of this new covenant temple. Zijn een beeld van deze nieuw testamentisch de tempel van het nieuwe verbond. That is my body first of all and then the church. In de eerste plaats mijn eigen lichaam en in de tweede plaats de gemeente. My body is a temple of the Holy Spirit. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. And the church is the temple of God too. En de gemeente is ook de tempel van God. So
Whenever it speaks of the house of the Lord in these nine chapters, waar het in deze negen hoofdstukken gaat om het huis van God, it's talking about my body. It's talking about the church of God. Gaat het over mijn lichaam, over de gemeente van God? But that's another study by itself. I don't have time to go into it. Dat is een studie op zich. Daar hebben we nou geen tijd voor. It's all in picture language. Maar het is hier allemaal in beeldspraak. But it's talking about the new covenant Christian and the new covenant church. Het gaat om de nieuw testamentische Christen, de nieuw testamentische gemeente. And it says in chapter 47. En er staat er in hoofdstuk 47. He brought me to the door of the house. Hij bracht mij aan de drempel van het huis. That is the temple of the Holy Spirit, my body. De tempel van de Heilige Geest, mijn lichaam. And it says there water was flowing from under the threshold of the house. Vers 1, zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit. It was flowing from inside. Het kwam van binnenuit. This is a picture of the Holy Spirit coming out from within. Het is een beeld van de Heilige Geest die van binnenuit from komt. From the innermost being. Uit ons binnenste. And then it says in the last part of verse 2, the water was trickling from to the other side. Het borrelde op eind van vers 2 uit de rechterkant aan de andere kant. And then verse 3. Vers 3. He went a little further. Een beetje verderop. And the water was reaching up to the ankles. Het water reikte tot aan de enkels. A little more water. En een beetje meer water. Then dus. He wants some more. Weet je nog meer verse hebben? Verse 4, it came up to the knees. In vers 4 dan reikte tot aan de knieën. Then a little more in verse 4 it came up to the loins. En wat verder, vers 4 eind, kwam het tot aan and de heupen. Then a little more it became a river. En verderop werd het een rivier. You see there, from the innermost being a river begins to flow. Uit het binnenste ontstond een rivier. And then it says in verse 9. En dan in vers 9. Wherever this river goes, everything will live. Waar die rivier ook komt, waar het water komt, zal alles leven. And wherever the waters go, it becomes fresh. En waar het water komt, wordt alles weer zoet water. And everything will live where the river goes. En alles zal leven waar de rivier komt. This is rivers of living water. Dat zijn wateren van, dus een rivier van levend water. That's what Jesus was referring to. En dat is waar de Heer Jezus but aan refereerde. It started like a trickle. Maar het begon langzaam op te borrelen. Zo begon het. So don't get discouraged. If it doesn't become a river in your life yet. Wees niet ontmoedigd als het nog niet een grote rivier in jouw leven is. You'll be faithful. Wees trouw. One day it'll come to your ankles. Op een dag zal het tot aan je enkels to komen. To the loins. Tot je heupen. And then it'll be a river. En het zal een rivier worden. And how do you know whether you're really filled with the Holy Spirit? En hoe weet je nu dat je werkelijk vervuld bent van de Heilige Geest? It's a very beautiful verse here. Heel mooi vers staat hier. I found great help from it. En daar ben ik erg door geholpen zelf. He says here that finally in verse 5. Aan het eind van vers 5. It had risen to such a height that I had to swim. Het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon, of in het Engels in zwemmen moest. He was walking on the floor of the river. Hij liep maar daar over door het rivierbed heen. And the river was rising. En de rivier werd hoger. And then it says it became water that he had to swim in. En het werd zo hoog dat je erin moest zwemmen. What does that indicate? En waar wijst dat op? His feet came off from the earth. Zijn voeten kwamen los van de aarde. That's how I know. One way I know I'm filled with the Holy Spirit. Dat is één manier waarop ik kan weten dat ik vervuld ben met de Heilige Geest. I'm detached from my attachment to earthly things. Ik ben losgemaakt van mijn gebondenheid aan aardse dingen. And I become heavenly minded. En ik word hemels gericht in mijn denken. When my feet are on the ground, even if the waters come up to my shoulder. Zolang mijn voeten nog op de grond staan, ook als het water al tot mijn schouders you know is gekomen. How it is when you walk in a river? Weet je hoe het is als je in een rivier loopt? Even if the water is up to your shoulder. Zelfs als het water tot aan je schouder staat. You can go where you like. Kun je nog steeds lopen waar je naartoe wil. Turn around. Kunt je omdraaien. Because your feet are still on the ground. Want je voeten staan nog steeds op de grond. But once you come to where your feet are off the ground. Maar als je op het punt bent gekomen dat je voeten los van de grond zijn, you have lost contact with the earth. Dan heb je het contact met de aarde verloren. And the river flows so strong, the river will take you where and it's not according to where you want to go. En de rivier stroomt zo krachtig dat hij je meesleurt niet waar jij naartoe wilt. That is the spirit-filled life. Maar dat is het geestvervuld leven. My attachment to the earth is cut off. Mijn gebondenheid aan de aarde is losgemaakt. My interest in making money is gone. Mijn belangstelling voor geld is weg.
My interest in lusting after women is gone. Mijn belangstelling om vrouwen te begeren is and weg. Now I can't go where I like. En nu kan ik niet meer gaan waar ik zelf because wil. The river is flowing so fast. De rivier stroomt zo hard. I have to let the Spirit lead me. Ik moet de Geest mij laten leiden. It's a wonderful life. Het is een geweldig leven. It's the best life you can ever live. Het is het beste leven dat je ooit kunt leven. So many Christians don't want that. En zoveel christenen willen dat niet. They want a little bit of the Holy Spirit. Ze willen wel een beetje van de Heilige Geest. I want some influence of the Holy Spirit in my life. Ik wil natuurlijk wel wat invloed van de Heilige Geest op but mijn leven. I'd like to keep my feet on the ground still. Maar ik wil wel met beide voeten op de grond blijven so staan. That I can choose where I want to go. Dat ik nog steeds zelf kan bepalen waar ik heen ga. I can choose whom I want to marry. Ik kan zelf bepalen met wie ik wil trouwen. I can choose what job I'll take and where I live. Ik wil zelf mijn werk bepalen. Ik wil zelf bepalen waar ik woon. You can't do all that, brother, sister, when you're filled with the Holy Spirit. Maar dat kan allemaal niet, broeder, zuster, als je vervuld bent met de Heilige Geest. But do you know when you choose yourself, you make so many mistakes. Weet je, als je zelf kiest, dan maak je zoveel fouten. When you let the river lead you, it'll be in God's perfect will for your life. Maar als je toestaat dat de rivier je meeneemt, dan ben je altijd in Gods wil. One of the things I'm very thankful to God for. En er is één ding waar ik God zo dankbaar voor ben. When I joined the Navy, I had great ambitions. Toen ik in de marine dienst nam, had ik een geweldige ambitie. I was not converted. Ik was toen nog geen christen. I wanted to work hard and go to the top of the Indian Navy. Ik wilde hard werken en de top van de Indiase marine when bereiken. When I got baptized, maar toen ik gedoopt werd, I began to see God to be filled with the Holy Spirit. En ik begon God te zoeken om vervuld te worden met de Heilige Geest. I was a very young man. Ik was een jonge man. Less than 23 years old. Ik was onder de 23 nog. One of the things the Lord showed me. Was er één ding dat God mij liet zien. I have a plan for your life. Hij zei, ik heb een plan met jouw leven. A plan that I made long before you were born. Een plan dat ik al lang voordat jij geboren werd gemaakt had. I won't force you to walk in it. Maar ik zal je niet dwingen om in het plan te wandelen. But if you trust me, I'll lead you. Maar als je mij vertrouwt, zal ik je erin leiden. But the Lord said, I won't show you the whole plan right at the beginning. Maar God zei, ik laat je niet mijn hele plan vanaf het begin zien. I'll show it to you little by little. Ik zal je mijn plan langzamerhand laten zien. Just like the Israelites, God didn't give them a map all the way to Canaan. Zoals God de Israëlieten geen kaart gaf met de weg naar Canaan. I mean, today if we were giving directions, we'd give them a map. Zie, als we tegenwoordig aanwijzingen geven, geven we een kaart. And God could have given them a map. God had mensen een kaart kunnen geven toen. But he didn't give them a map. Maar heeft hij niet gedaan. He gave them a cloud to lead them. Hij gaf ze een wolk om hen te leiden. And that cloud from heaven is a picture of the Holy Spirit. En deze wolk aan de hemel is een beeld van de Geest. To lead them to the place where they could enter the promised land. Om ze te leiden naar de plaats waar ze het land binnen konden gaan. You know, because the day they came out of Egypt, they were not ready to go in. Toen ze op de dag dat ze uit Egypte gingen, waren ze nog niet klaar om in Canaan in te gaan. Pillar of cloud led them around for 2 years. De wolk leidde hen rond gedurende 2 jaar. These were all slaves. Het waren allemaal slaven geweest. They had to become an army. Ze moesten een leger worden. Before they fought the giants in Canaan. Voordat ze de reuzen in Canaan konden bestrijden. So God had to train them to trust him for 2 years in the wilderness. God moest hen trainen om ze voor te bereiden in de woestijn 2 jaar lang. Giving them bread from heaven. Hij voedde ze met brood uit de hemel. Giving them water from the rock. Het water uit de rots. Healing them from snake bites. Hij genas hen van de slangenbeten. All types of things. Allerlei zaken vonden plaats. Giving them meat one day with birds falling down. En hij gaf ze op een gegeven moment zelfs vlees dat in de vorm van vogels neerviel. He taught them for 2 years. Hij onderwees hen 2 jaar lang. If you trust me, I can provide you with everything you need, even in a desert. Als je mij vertrouwt, dan kan ik alles geven wat je nodig hebt, zelfs in de woestijn. What was he training them in? En waarmee trainde hij hen? Trust him for everything. Om hen in alles te vertrouwen. You know, it says in the Psalms. Weet u in de psalmen? There was not one lame man in those 2 million people. Er was onder die 2 miljoen zelfs niet één die struikelde, staat in de psalmen. Can you imagine what a problem there'd have been if there'd been a few lame people in the wilderness to walk through the desert? Wat een probleem zou het zijn als er een paar mensen zouden zijn die hadden gestruikeld in de woestijn. Their clothes did not wear out. Hun kleren sleten niet. Their sandals did not wear out. Hun sandalen sleten niet. What was God teaching them? En wat leerde God hen? You trust me, I can take care of you in a desert.
Als je mij vertrouwt, kan ik voor jullie zorgen, zelfs in de woestijn. Only after 2 years of that training, they were ready to fight the giants. En pas na 2 jaar training konden ze de reuzen gaan bestrijden. That's why he didn't take them by the shortest route to Canaan. En daarom leidde hij ze niet over de kortste weg naar Canaan. The shortest route, they'd have reached there in 2 or 3 days. Met de kortste route waren ze er in 2 or 3 dagen geweest. You can see that in a map from Egypt to Israel. It doesn't take long. Kijk maar op een kaart van Egypte naar Israël, kort stukje. But he didn't take them that way. Maar op die weg leidde hij hen niet. God has a perfect plan for your life. God heeft een volmaakt plan met jouw leven. And if you let the river, you go with the flow of the river. En als je meegaat met de stroom van de rivier. Little by little, he'll fulfill that perfect plan for your life. Dan gaat God langzamerhand dat plan met jouw leven vervullen. And that's the thing that gripped my heart as a young man. En dat greep mijn hart als jonge man. And I said, Lord. En ik zei, Heere. I don't know the best person to marry. Ik weet niet wie de beste persoon voor mij is om mee te trouwen. Because someone may look nice to me and may not be nice on the inside. Misschien lijkt iemand mij heel aantrekkelijk, maar is ze aan de binnenkant niet zo aantrekkelijk. And like a fool, I'll go and marry that pretty face. En als ik een dwaas ben en het leuke gezichtje trouw. And the pretty face may not have a pretty heart. Maar het leuke gezichtje heeft misschien helemaal niet zo'n mooi hart. And my whole life will be spoiled. Dan wordt mijn hele leven bedorven. But Lord, you see the heart. Man looks on the outward appearance. God looks at the heart. Maar Heere, u ziet het hart. De mens ziet de buitenkant, maar God ziet het hart. You know, that's a beautiful verse in the Old Testament. Dat is een prachtig vers in het Oude Testament. All of you who plan to get married. Alle van jullie hier die van plan zijn te trouwen. I'll give you a lovely verse. Geef ik een heerlijk vers. 1 Samuel 16. In 1 Samuel hoofdstuk 16. Verse 7. Vers 7. 1 Samuel 16, when you're considering, vers 7. Shall I marry this girl? Shall I marry this boy? Als je overweegt, zal ik dit meisje trouwen, deze jongen trouwen? Here is the verse for you. Dan is hier het vers dat je nodig hebt. Don't look at their appearance. Er staat in het Engels, let niet op zijn voorkomen. Or the height of his stature. Nog op zijn reizige gestalte. Because God does not see as man sees. Want de Heere ziet niet zoals de mens ziet. Because you look at the outward appearance. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. The Lord looks at the heart. Maar de Heere ziet het hart. So I said, Lord, ik zei, Heere, I can make a mistake. Ik kan een fout maken. So I want you to guide me. Ik wil dat u mij leidt. I want you to guide me in everything. Ik wil dat u mij leidt in alles van mijn leven. I'm prepared to work in the Navy for the rest of my life. Ik ben bereid om de rest van mijn leven in de marine te zijn. And be a Christian here. En daar een christen te But zijn. But if you want me to leave, I'll leave. Maar als u wilt dat ik eruit ga, ga ik And eruit. And if I leave, tell me what I should do. En als ik eruit moet, dan moet u mij zeggen wat ik I'm moet not doen. I'm asking you to give me a map for the whole future. Ik vraag u geen kaart voor de hele toekomst. Just lead me day by day. Maar leidt u mij dag voor dag. See, as I look at the river, I don't know where all it is winding, where it is finally going. Als ik een rivier bekijk die stroomt en die slingert en ik weet niet waar die heen gaat. But if I flow with this river of the Holy Spirit, maar als ik meegevoerd word door de rivier van de Heilige Geest. I know I can make the best use of my life. Dan weet ik dat ik het optimale uit mijn leven kan halen. You know, the picture I got in my mind was, het beeld dat ik in gedachten had was dit. Supposing I've inherited say 1 million euros from a rich father. Veronderstel dat ik van een rijk familielid 100 euro, een miljoen euro erf. I have no idea of financial investment. En ik heb geen enkel idee hoe ik dat moet investeren. I don't know what to do with it. Ik heb geen idee wat ik ermee moet doen. Because I'm very ignorant financially. Want van financiën heb ik absoluut geen verstand. But supposing there's a man who's the world's greatest expert on financial investment. Nou ontmoet ik de man die de grootste expert ter wereld heeft. And also he's a very good friend of mine whom I can trust. Maar er is ook een vriend van mij die ik kan vertrouwen. That second part is important. Dat tweede is belangrijk. You can't give it to somebody you can't trust. Je geeft je geld niet aan iemand die je But niet if kunt I can vertrouwen. Trust him completely, maar als ik iemand volledig kan vertrouwen, he will never cheat me. Dan zal hij me nooit bedriegen. And he's the world's greatest expert on financial investment. En hij is de grootste expert, ook als hij de grootste expert op financiën is in de I wereld. I won't give him 10% of my inheritance. Dan geef ik hem nog niet 10% van mijn geld. I'll give him the whole thing. Ik geef hem alles. I say, my friend, you can do a better job with this than me. Ik zeg, mijn vriend, je kunt veel meer met het geld doen dan ik. That is what it means to surrender everything to Christ. En dat is wat het betekent om alles aan Christus over te geven. Do you think he can make the best investment with your life? Geloof je dat hij jouw leven op de beste manier kan investeren? Is he the world's greatest expert on life investment? Is hij niet de grootste expert ter wereld op het investeren van leven? And more important that, can you trust him that he will really
do the best for you. En nog belangrijker, kun je hem niet volledig vertrouwen dat hij echt het beste voor jou zal doen? If you do, als dat zo is, if you believe he's the best investment expert on life, als je gelooft dat hij de beste investeerder voor and het leven you is, believe you can trust him completely, en als je echt gelooft dat je hem helemaal kunt vertrouwen, why wouldn't you give yourself to him completely? Waarom geef je dan niet zelf aan hem volkomen? Why do you hold back something? Waarom hou je nog iets achter? Why do you say, Lord, when it comes to marriage, I'd like to make a choice? Waarom zeg je, Heer, maar als het op trouwen aankomt, wil ik de keuze maken? Why not let him make that choice? Waarom laat je hem die keuze niet maken? You say, well, I don't know whether he'll speak to me. Sorry? I don't know whether he will speak to me. Ah, maar ik weet niet zeker of hij wel duidelijk tot mij zal spreken. Is he going to be your friend and not speak to you? Zal God jouw vriend zijn en niet tot jou spreken? You know, in the first chapter of the Bible. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel. It says 7 times and God said and God said and God said. Staat 7 keer God zei en God sprak. On six of the days anyway, it says God said. In ieder geval op 6 van de dagen staat en God sprak. And I remember a brother once saying. En ik kan me herinneren dat er een broeder was die zei. Who came from a non-Christian background. Hij was namelijk afkomstig uit een niet-christelijke achtergrond. Who never knew anything about Christianity. Wist niks van het christendom af. Who had worshipped idols. En hij had afgoden aanbeden. All his life. Zijn hele leven afgoden aanbeden. He said, when I first read the Bible. En hij zei, toen ik voor het eerst de Bijbel las. And I read that first chapter. En ik dat eerste hoofdstuk las. It struck me. Dan greep het mij. God said. God sprak. God said. En God sprak. God said. God sprak. He said the God of the Christians speaks. De God van de christenen spreekt. My idols never speak to me. Mijn afgoden hebben nooit tegen mij gesproken. Has Genesis chapter 1 ever struck you like that? En is Genesis 1 jou wel eens op die manier opgevallen? We just read it and read it so casually. Yeah, let's go to the next chapter. We lezen het oppervlakkig, volgend hoofdstuk. And we miss something there. Maar dan missen we iets. I was so gripped by that. En ik werd daar zo door gegrepen. The first day, God said. De eerste dag, God sprak. The second day, God said. Tweede dag, en God sprak. The third day, God said. Derde dag, en God sprak. Till finally, God said, till it became very good at the end. En aan het einde, zei God, het is heel goed. And what I learned from that is. En wat ik daarvan geleerd heb. That my life starts like it is in Genesis 1. Mijn leven begint zoals in Genesis 1. You know, my life is like it says in Genesis 1, 2. Mijn leven begint zoals in Genesis 1 vers 2. There are 3 things it says about the earth there. Namelijk 3 dingen die de Heer over de aarde zegt. No shape. Was woest. Empty. Leeg. Dark. Duisternis. That's my condition. Dat was mijn toestand. The image of God, the shape is gone. Het beeld van God is weg. Completely empty. Helemaal leeg. Dark. Het is duister. What does God do? Wat doet God? The Holy Spirit begins to move upon. De Heilige Geest begint te bewegen over de duisternis. That is what happens. En dat is wat gebeurt. The Holy Spirit begins to move upon this dark earth. De Heilige Geest begint over deze duistere aarde te zweven. This is always God's way. Dat is altijd Gods right manier. From the beginning, God is saying nothing will happen if the Holy Spirit doesn't move. Vanaf het eerste begin zei God, er komt niks tot stand als de Heilige Geest niet beweegt. The darkness will remain dark without the Holy Spirit. De duisternis blijft duister zonder Heilige Geest. If you want shape, the image of God, you need the Holy Spirit. Als je de vorm van God wil hebben, de gestalte van God wil hebben, if you want the emptiness filled, you need the Holy Spirit. Als de leegte vol moet worden, heb je de Geest nodig. Shapelessness, vormloosheid, darkness, duisternis, emptiness, leegheid. The only way to remove them is the Holy Spirit. De enige oplossing daarvoor is de Heilige Geest. That's the message in the second verse. Dat is de boodschap van het tweede vers. But not just that. Maar dat niet alleen. Through the Holy Spirit, God speaks. Door de Heilige Geest spreekt God. And he doesn't change us in one day. En hij verandert ons niet van de ene op de andere dag. He will change us day by day by day by day. Hij verandert ons dag na dag na dag. But always by speaking. En altijd door spreken. That's why Jesus said, man cannot live by bread alone. Daarom zei de Heer Jezus, de mens zal niet alleen van brood but leven. By every word that proceeds from God's mouth. Maar van ieder woord dat uit de mond van God that's uitgaat. That's the message in the first chapter. Dat is de boodschap van het eerste and hoofdstuk. And if you allow the Holy Spirit to move upon you like the earth allowed. En als je de Geest toestaat om zo in jouw leven te werken zoals hier and beschreven werd. Listen to the word of God every day like we read in those 6 days. En iedere dag naar Gods woord luisteren zoals God die 6 dagen sprak. One day God will look at your life. Dan zal God op
op een dag op jouw leven neerzien. And certify. En zal ondertekenen. Very good. Heel goed. That's what we read in on the sixth day. Dat lees je over op de zesde dag na de schepping van de mens. We can say the whole message of the gospel is there in chapter 1. Het hele evangelie is daar in Genesis 1. And that is where we see the importance of the Holy Spirit. En daaraan zien we ook het belang van de Heilige Geest. And this is also what it means in Genesis 1 John 1:7 when it says about walking in the light. En daarom staat er ook in 1 Johannes 1 vers 7 dat we in het licht moeten wandelen. Let's try and understand this. En laten we proberen om dat te verstaan. What is the difference between standing still in the light and walking in the light? Wat is het verschil tussen in het licht stilstaan en in het licht wandelen? God is the brightest light in the whole universe. God is het helderste licht in het hele universum. Think of a very bright light many, many miles away from you. Denk even aan een geweldig stralend licht, vele, vele kilometers bij je vandaan. I mean the brightest light you can ever see. Het helderste licht dat je ooit kunt zien. At the end of a long road. Aan het einde van een lange, lange weg. And that light is so bright that many miles from there I can see a little bit of light here. En dat licht is zo scherp dat kilometers verderop waar ik sta, ik er iets ervan kan zien. And I look at myself and I can see a little bit of dirt here and there. En ik kijk naar mezelf en ik zie een klein beetje vuil op mezelf. I say, oh Lord, I didn't know there was this dirt here. En ik zeg, oh Heer, ik had helemaal niet in de gaten dat hier wat vuil zat. Cleanse myself. Heer, en ik probeer mezelf te reinigen. Now walk a little more. Nou, wandel ik een stukje verder. And the light gets a little brighter as I move closer to the light. En naarmate ik dichter bij het licht kom, wordt het op mij wat sterker. It's called walking in the light. Ik wandel in het licht. And as I get a little closer, the light is a little brighter. En als ik nog wat dichterbij kom, wordt het licht nog scherper. I see, oh, I see there's some more dirt here which I didn't see before. Oh, er zit nog meer vuil op mij, had ik nog niet eerder gezien. I want to cleanse myself. Ik wil mezelf reinigen. And then I walk some more. Ik ga nog een stap verder. I said, boy, I thought I was clean, but I find something more. Ik zei, oh, ik dacht dat ik al schoon was, maar er zit nog meer vuil op mij. This is progressive sanctification. En dat is een voortgaande heiliging. Now, standing still in the light is. Als ik in het licht stilsta, betekent dat. I'm born again. Ik ben wederom geboren. My sins are all forgiven. Mijn zonden zijn vergeven. I'm on my way to heaven. Ik ben op weg naar de hemel. I'm here. Hier ben ik. I don't walk. Ik wandel niet. I saw got some light on some things in my life. Ik heb een beetje licht over wat dingen in mijn leven gekregen. I got rid of my smoking. Ik ben gestopt met roken. And my drinking. Ik ben gestopt met drinken. And stopped watching those dirty movies. Ik hou op met vieze films kijken. And I think I'm clean. Ik ben nu rein. And I live for 20 years here. Denk ik. En ik leef hier voor 20 and jaar nog. Never get any light on my pride. Maar ik krijg nooit licht over mijn trots. Or my selfishness. Over mijn zelfzucht. Or 101 things that are wrong with me. Of over 100 andere dingen die fout zijn in mij. Where I'm not like Jesus Christ. Waar ik niet ben zoals Jezus. Why don't I get light? Wanneer krijg ik licht? Because my song is my sins are all forgiven. I'm on my way to heaven. Waarom krijg ik geen licht? Omdat ik denk mijn zonden zijn vergeven. Ik ben op weg naar de hemel. I'm happy with where I am. Ik ben blij waar ik nu ben. And I spend my life making money. En ik besteed mijn leven aan geld verdienen. And to ease my conscience, go to church every Sunday. En om mijn geweten te sussen ga ik iedere zondag naar de kerk. That is not walking in the light. Maar dat is niet wandelen in het licht. If you stand still in the light like that, one day you'll be a backslider. Als je zo op die manier stilstaat in het licht, dan ga je op een dag afvallen, ga je achteruit. But if we walk in the light, maar als je in het licht wandelt, 1 John 1:7, 1 Johannes 1 vers 7, we have fellowship with God. Dan hebben we gemeenschap met God. Now we need to sweat a little to understand this. Dan moeten we een beetje op zweten om dat te verstaan. When you are in fellowship with God, als je in gemeenschap bent met God. Why do you need it? Says here, when you're in fellowship with God, the blood of Jesus cleanses you from all sin. Waarom moeten we dan nog lezen? Het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. I see. I thought if I've got sin in my life, I can't have fellowship with God. Ik dacht dat als ik zonde in mijn leven heb, dat ik dan geen gemeenschap met God kan hebben. What is the meaning of this? We have fellowship with God, and then the blood cleanses me from sin. Maar wat betekent dat? We hebben gemeenschap met God, en dan reinigt het bloed van Jezus mij van alle zonden. I thought the blood has to cleanse me from sin, then only I can have fellowship with God. Ik dacht toch dat het bloed mij eerst moest reinigen en dat ik dan pas gemeenschap met God kan hebben. Are you willing to sweat a little now? Ben je bereid om nu een beetje te zweten? Try and understand this a bit. Om het een beetje te begrijpen. Step by step. Stap voor stap. You walk in the light.
wandelen we in het licht. We fellowship with God. We hebben gemeenschap met God. And then the blood cleanses me from sin. En dan reinigt het bloed mij van zonde. How is that? Hoe kan dat? Because when I get into fellowship with God, nou, als ik in gemeenschap ben met God, I discover some new sin in my life which I didn't even know was there. Ga ik nog een verdere zonde in mijn leven ontdekken die, waarvan ik het bestaan niet eens wist. I discover some selfishness. Ik ontdek wat zelfzucht. See, many sins in our life are like an onion. Veel zonden in ons leven zijn als een ui. You peel off one skin and say, boy, I got rid of it. Je haalt er zo'n vel vanaf en je zegt, ha, weg. But you walk a little more in the light and you say, hey, there's another layer of that onion underneath. Maar dan ga je wat verder. Hey, er zit nog een laagje ui. My life has been a life of peeling that onion and making it thinner and thinner and thinner. En mijn leven is een leven geweest van het pellen van die ui. Het wordt dunner en dunner en dunner. The onion of selfishness. En de ui van zelfzucht. The onion of pride. De ui van trots. Do you think there's no pride in you? Denkt u dat er geen trots in u is? I'll tell you why, because you're not walking in the light. Dan kan ik je zeggen waarom, omdat je niet in het licht wandelt. If you walk in the light, you'll get some light on your pride. Als je in het licht wandelt, krijg je licht over je trots. Which you think is not there. Je denkt dat het niet daar is. You think you've reached the center of the onion, you have not. Je denkt dat je al bij de kern van de ui gekomen bent, maar dat is niet zo. Brother, sister, there are 100 layers of the onion you got to peel off. I'll tell you that. Broeders, zusters, ik kan je garanderen, er zijn nog 100 rokken die je van de ui moet afpellen. And 100 layers of selfishness. En 100 lagen zelfzucht. And some of you men. En sommige u broeders. You say, I've got victory over the lust of the eyes. Oh, ik heb overwinning over de lust van de ogen. Wait a minute. Wacht even. Do you look at women exactly like Jesus looked at women? Kunt u naar een vrouw kijken zoals ook de Heer Jezus dat deed, op dezelfde wijze? Don't be so quick to answer. Geef niet al te snel een antwoord hier. There are layers of impurity even there. Er zijn ook daar lagen van onreinheid. We have to cleanse ourselves till our eyes are totally pure. We moeten onszelf reinigen totdat onze ogen heel geheel gereinigd zijn. There's a lot of impurity. Er is zoveel onreinheid. Selfishness. Zelfzucht. Pride. Trots. Love of money. Geld, liefde voor love geld. Love of money is a huge onion. De geldzucht is een geweldige ui. You think you got rid of it? Ben je er al vanaf? Maybe you got rid of one layer. Misschien van één laagje. There are many more. Maar er zijn nog vele andere. If you walk in the light. Maar als je in het licht wandelt. You get light. Oh Lord, I didn't realize that pride was there. Dan krijg je meer licht. Heer, ik had helemaal niet in de gaten dat er nog trots was. I didn't realize that was selfish. Ik heb helemaal niet in de gaten dat er zelfzucht was. I didn't realize there's a little impurity there. Ik had helemaal niet in de gaten dat er onreinheid was. Oh Lord, I didn't realize that was love of money. Heer, ik had helemaal niet in de gaten dat dat geldzucht was. One more layer peeled off. En er gaat weer een laagje van walking de ui in af. The light. We wandelen fellowship in het licht. With God. We hebben licht en we and gemeenschap met God. I need the blood of Jesus to cleanse me from that new sin I saw. En ik heb het bloed van Jezus nodig om mij from te reinigen that new layer of sin. Van die nieuwe, nieuw ontdekte laag van zonde. It's a wonderful life. Geweldig leven. Then what will happen? Wat gebeurt er dan? The river of God flowing through me will be flowing through a purer channel. De rivier van God die door mij heen stroomt, stroomt door een alsmaar reiner wordend kanaal. You know how you can get pure water. Weet je kunt namelijk rein water you know, hebben. Let's say you have a can of pure distilled water. Zeg je hebt een kan met heel goed gedistilleerd water. But it's flowing through a dirty pipe. Maar het stroomt door een vuile buis. What's he saying? This is beautiful, pure distilled water. Hij zegt, nou, maar dit is toch schoon, gereinigd water, gedestilleerd water. By the time it comes through this dirty pipe, there's some dirt mixed up in it. Maar als het dan door die vuile buis gevloeid is, dan zit er vuil in het water. This is how the word of God and the life of God flows through many believers. En zo gaat het woord van God door het leven van gelovigen. There's some of our impurity that goes forth. Er is nog iets van onze onreinheid dat meegenomen wordt. So if we walk in the light, en als we in het licht wandelen, and the pipe gets cleaner, dan wordt de buis reiner. What people are going to get from you is purer word of God. En wat de mens van jou zal krijgen is het reinere woord van God. Purer water of life. Reiner water van leven. That's why we must cleanse ourselves all the time. En daar moeten we onszelf voortdurend reinigen. I've been preaching for 50 years. Ik predik al 50 jaar. But I judge myself almost after every single sermon I preach. Maar na elke boodschap die ik doorgegeven heb, onderzoek ik mijzelf. I say, Lord, show me. Heren, laat mij zien.
Was there something in that sermon which was not real pure Holy Spirit? Was er iets in mijn toespraak dat niet echt puur de Heilige Geest was? How much of it was just my own ideas? Hoeveel ervan was mijn eigen idee? Was there something in that sermon where I sought my honor? Was er iets in die toespraak waar ik mijn eigen eer zocht? Was there something I said only to please people? Of heb ik iets gezegd alleen maar om mensen te behagen? Was there something I did not say because I was afraid somebody would get offended? Is er iets dat ik niet gezegd heb uit angst om mensen te beledigen? Was I a true servant of yours as I stood there? Was ik een ware dienaar van u toen ik daar stond? I examine myself constantly. Ik onderzoek mezelf voortdurend. Because I want my next sermon to be better. Want ik wil dat mijn volgende toespraak beter zal zijn. I compare myself to a woman who is cooking. Who says I want every meal of mine to be better than the previous one? Ik vergelijk mezelf met een vrouw die zegt die kookt en die zegt iedere maaltijd moet beter zijn dan de vorige. Yeah, there are some wives like that. Sommige vrouwen zijn zo. Who are determined to become first-class cooks. Die zijn vastberaden om de allerbeste kok te worden. They're always trying to find out. Altijd maar weer can op zoek. I do this a little better? Kan ik nog een beetje beter koken? What can I add here to make it a little better? Wat kan ik nog toevoegen om het or nog beter te maken? Should I add a little more of this or a little less of this? Beetje meer van dat, beetje minder van dat. I wish all preachers were like that. En ik wou dat alle predikers zo then waren. We wouldn't have so many boring sermons. Daar hadden we ook niet zoveel saaie toespraken. I've heard so many boring sermons in my life. Ik heb zoveel saaie toespraken in mijn leven gehoord. Many, many. Zoveel. And I know the reason. En ik weet waarom. These preachers are so proud, they never judge themselves. Deze predikers zijn zo trots. Ze stellen zichzelf nooit op de proef. They don't care whether they are boring people or whether they are really speaking God's word. Het maakt ze helemaal niet uit of ze mensen zitten te vervelen of dat ze Gods woord spreken. Many things happen in our life when we walk in the light. Zoveel dingen veranderen in ons leven als we in het licht wandelen. We become more and more like Jesus. We gaan meer en meer op de Heer Jezus lijken. Every year we become a little better. Ieder jaar worden we weer wat beter. Just like you want your children to every year to go to the next class. Net zoals je wil dat je kind ieder jaar weer een klas verder gaat op school. Can your friends say that you've become a little more like Jesus in the last one year? Kunnen jouw vrienden zeggen je bent het afgelopen jaar iets meer op de Heer Jezus gaan lijken? If you're married, the best person to ask is your wife. Als je getrouwd bent, vraag het dan aan je vrouw. Or your husband. Of aan je man. Darling, have I become a little more like Jesus in the last one year? Lieverd, ben ik het afgelopen jaar iets meer als Jezus geworden? Especially in my speech to you, the way I speak to you. De manier waarop ik met jou spreek. Your wife and husband can help you a lot to become like Jesus. Je vrouw en man kunnen je erg helpen om meer als Jezus te worden. That's why I recommend all of you get married. En daarom raad ik iedereen aan om te trouwen. And if you get a good wife, a good husband will tell you the truth. En als je een goede man, een goede vrouw hebt die jou de waarheid zegt. Who loves you enough to tell you the truth. Die genoeg van je houdt om je de waarheid te and zeggen. Who loves Jesus. En die ook van Jezus houdt. Boy, you can grow spiritually. Wow, dan kun je geestelijk groeien. Walking in the light is a wonderful thing. Je wandelt in het licht en dat is een geweldig iets. Let's pray. Laten we bidden. Let's bow our heads before God. We buigen onze hoofden voor God. There could be areas in your life that God has spoken to you right now. Er kunnen gebieden zijn in je leven waar God nu over gesproken heeft. Before you forget it, confess it. Maar voordat je dit vergeet, belijd het dan. The devil would like it very much for you to forget it. De duivel wil heel graag dat je dat vergeet. Don't allow the devil to make you forget it. En staat de duivel niet toe dat je die dingen vergeet. Confess it to God. Belijd ze aan God. Right now, as you remember something. Op dit moment, als je nu iets herinnert. Say, Lord, I want to get rid of it in my life. En je zegt, Heer, ik wil daar in mijn leven vanaf. I've not taken study of your word seriously. Ik heb de studie van uw woord nog niet ernstig genomen. I'm not walking in the light. Ik wandel niet in het licht. I'm just satisfied with what I have. Ik ben tevreden met wat ik heb. But Lord, it's not going to be like that from now on. Maar Heer, vanaf nu moet het anders zijn. Even if I'm ahead of my friends. Zelfs als ik al een voorsprong heb op mijn vrienden. I'm still miles behind Jesus. Ik loop nog mijlen ver achter op Jezus. I don't want to be better than my friends. Ik wil niet beter zijn dan mijn vrienden. I want to be like Jesus. Ik wil als Jezus zijn. And I got a long way to go. En ik heb nog een hele afstand te gaan.
Lord, fill me with your Holy Spirit. Heere, vult u mij met de Heilige Geest. I'm not satisfied that my sins are forgiven. Ik ben niet tevreden dat mijn zonden vergeven zijn. I want to be filled with the Spirit of God. Ik wil vervuld zijn met de Geest van God. I want my whole cup to overflow. Ik wil mijn hele kop vervuld tot overvloeiend toe. And show me, Lord, where I need to cleanse myself. En Heer, laat mij zien waar ik mij moet reinigen. Give me the power of the Spirit to break free from those habits. Geef mij de kracht van de Geest om los te breken van die gewoonten. I really want to be like Jesus completely. Ik wil echt zijn, helemaal zijn als de Heer Jezus. So that the water of life that flows through me will not be polluted by the channel. Dat het water van het leven dat door mij stroomt niet verontreinigd wordt door het kanaal. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Thank you for hearing me. Dank u dat u mijn gebed gehoord hebt. Reinig mij. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.